twee gouden medailles voor hardlopen, zilver sportdag groep 8. Maar ik ga mijn jeugdmedailles verkopen. Hoezo? Voor goud en zilver krijg ik kapot veel doekoes. Ik was al blij geweest met een halve sportmedaille. Waar was jij goed in bij gym? Op de bank wachten totdat het voorbij was. Ach, gym. Touwklimmen op weg naar niks. Rook je weer naar magnesium en verschroeid vlees. Ik vervals de briefjes van mijn moeder dat ik niet kon komen. Oh, dat doe ik nog steeds. Voor mijn nichtje. Nee. Ja, hier. Een voorraadje dat ik schreef. Zogenaamd als haar moeder. Steeds een andere smoes. Oh, maar dat is... geniaal. Met briefjes voor gymweigeraars kun je rijk worden. Gym is belangrijk. Voor de kinderen lenig en sterk van. Oh? Nog geen bezorgers met een vrieskist gesignaleerd. Sorry? Door de vrieskist voor mij bezorgd. Ergens tussen 8 en 6 uur. Dus ik sta al de hele dag in de alertstand. Zo gespannen als een elastiekje. Waarom koop je een vrieskist? Omdat mijn vriezertje thuis vol ligt met restjes van mijn zus. Heb jij je zus opgegeten? Nee, mijn zus geeft me af en toe klietjes van haar eten. Maar ik zit nou met een restant barbecuevlees dat ik ook moet invriezen. Zo zielig dat er bijna niemand kwam opdagen bij je buurtbarbecue. Oh, organiseer je eens wat? Misschien zijn je buren bang voor je. Hoezo? Waarom? Stond ik daar met een kinderbadje vol aardappelsalade en een halve slagerij aan grillvlees. En dat heb je allemaal meegenomen om hier in te vriezen? Ja, dat scheelt mij weer energiekosten. TV maken hier, dat kost al bakken met stroom. Dus mijn vrieskist erbij, dat merkt niemand. Koppie koppie. Ja, Ben, wat vind jij belangrijker? Kinderen die hun koppie trainen of hun lichaam? Beide. Als kind wisselde ik steeds af. Body, brains, body, brains, body, brains. Was jij goed in gym? Uitmuntend. Hier, armspieren, ballonvormig van het hangen in de ringen. Ik was kampioen dikke mat. Dikke mat is om op te vallen, hè, baas? Alleen wie valt als een kampioen kan opstaan als een winnaar. Vrieskist voor B. Kokkelman. Allemachtig. Urenlang komen ze niet en dan ineens zijn ze er, hoor. Waar mag je heen? Wat is dat voor een afspraak? Ergens tussen 6 en 8 uur. Stel dat ik zeg, het klokhuis komt op tv ergens tussen 2 uur 's middags en 3 uur 's nachts. Het heeft te maken met wat op onze route ligt. Oh, als er iemand van het dak valt, dan denken ze bij de ambulance toch ook niet... ligt hij wel op de route? Jullie zijn gewoon lui. Hé, hey, oh, schiet ineens in mijn rug. Ik krijg as we speak van die hele gladde zweethandjes. Ja. Doei. Doei. Hé, hey, die vrieskissen moet naar mijn kantoor. Nou, Ben, gelukkig heb jij hele sterke armspieren. Ballonvormig. Bij glutenallergie krijg je steun. Waarom niet bij gymallergie? We maken anti-gymshirts en een smoesjesdienst. Dan kunnen kinderen op onze site nepbriefjes van hun ouders bestellen. Na langbillen hebben we eindelijk mensen gevonden die de vrieskist komen verplaatsen. Ergens tussen volgende week maandag en vrijdag. Die spanning hou ik niet vol. Bovendien ligt dat ex-buurtbarbecuevlees te ontdooien op mijn kantoor. We gaan zelf tillen. Timo? Dat redden we niet met z'n tweetjes. Oké, wie vraag ik erbij? Wouter. Nou, wat ongeëmancipeerd. Ik ben hartstikke geëmancipeerd. Maar Wouter gaat niet janken als bij het optillen zijn nagels afbreken. Klaar? Jullie tillen niet! We moeten tegelijk tillen. Tel jij af? Oké, 1, 2... 3. Jullie tillen weer niet. Ik wist niet tot hoever je zou tellen. Je tilt op 3. Aftellen is altijd tot 3. Na 3 is duidelijker dan op 3. Nee, op 3 is duidelijker, want er is maar 1 moment. Er zijn heel veel momenten na 3. Zal ik aftellen? Dan doe ik 1, 2, 3. Hop! Graag, dan kan ik me op het tillen concentreren. Want ik moet deze hele kant alleen doen. Komt-ie. 1, 2, 3. Hop! Wout, tillen! Ja, na hop of op hop? Na 3. Nee, op hop. Wanneer komt hop dan? Na 3. Dat zeg ik. Oké, laat mij dan aftellen. Hè? Dan doe ik 1, 2, 3. Allee, hop. En dan op hop. Oké, jij telt af. Zit jij in ieder geval goed. Okay. 1, 2, 3. Allee, hop. Ben tillen. Wanneer is de pauze tussen allee en hop? Oké, na lee. Ik ben er klaar mee. Tillen. Ja, we tillen. We moeten de andere kant op. Mag ik echt niet meetillen? Volgens mij ben ik sterker dan jij. Ach, mens. Ik til zo 3 keer mijn eigen gewicht. Ik til wel 50 keer mijn eigen gewicht. Ach, alleen mieren kunnen dat. Wedden? Hier, Wout. Die is ongeveer net zo zwaar als ik. Let op, hè. En 1 keer. En 2 keer. En 3 keer. Nou ja, dat dan 50 keer. Waar zijn jullie mee bezig? Een hulpdienst voor kinderen met gymallergie. Deze vervalste ouderbriefjes kunnen ze via onze site bestellen.
Net als deze anti-gymshirts. Ik was bij het Jeugdjournaal, de boterhamshow. Nergens sterke mannen die mijn kist willen tillen. Nou, dan moeten we leren leven met de vrieskist op de redactie. Nee, we hebben jou al qua vrieskist. We gaan met z'n vieren tillen. Het is oorlog. Iedereen moet mij gehoorzamen. Grappig dat vrouwen in oorlogssituaties altijd ineens nodig zijn. Ik zeg 1, 2, 3, allee, hup. En hup is up. Maar... bevel is bevel. 1, 2, 3, allee, hup. Ja, gaat goed, gaat goed. Ik bepaal of het goed gaat. Gaat goed. Gaat goed. Hé, hey, wat zijn het voor briefjes? Smoesbriefjes. Die kunnen kinderen kopen bij Klokhuis als ze geen zin hebben in gym. Auw! Laten we bij het neerzetten zeggen, allee, puh, dat is dan hup, omgekeerd. Het Klokhuis gaat kist met gymhaat. Toch niet steunen met briefjes? Nee, nee. Ook met t-shirts, toch Wout? Te koop op onze site. Ik wou een soort wraak nemen op mijn oude gymlerares. Maar kinderen zijn gymplichtig. Slap wattenstaafje. Oké. Okay. Nou til ik dus niet meer mee. Jouw spierballetjes hielpen toch niet. 1, 2, 3. Allee. Hup. Ja. En nou, draaien. Nee. Horizontaal, niet verticaal draaien. Jij moet het inderdaad niet van je brains hebben, hè? Gelukkig hebben je sportmedailles nog. Nee, ik ga ze verkopen. Hoezo? Zoveel goud en zilver van de opbrengst kan ik op wereldreis. Dat spul is waardeloos. Jij dacht ook een mini-hangertje van goud? Dat kost al 500 euro. Jouw medailles zijn van ijzer met goudverf. Koop je voor 50 cent. Echt waar? Was tussen de gymlessen door ook even naar natuurkunde gegaan, dommie. Allee. Timo. Hé. Hey. Hey, Timo. Dat ik ze voor 20 euro allemaal mag hebben. Medailles dragen die je niet hebt verdiend. Dat is pas wraak op je gymlerares. Waarom laten ze ons in de steek? Omdat je ze heel erg hebt beledigd. Laat mij nou niet ook alleen. Ik kan daar niet blijven tussen al jouw ondooiend barbecuevlees. Pas jij niet door de spleet? Nee. Ja, dat komt door je buikspieren. Die zijn te ballonvormig. Ik ga hulptroepen halen. Maar het is weekend. Straks sterf ik van de honger. Je vlees is bijna ontdooid. Oh. Meneer Kokkelman, waar bent u? Ja. Excuus dat we alleen ergens tussen vrijdagavond en maandagochtend konden komen. Geef niks, het is pas zondagmiddag. Bevrijd me.